Oké. Waar ben ik beland? Ja. Als je het stront, dan weet ik dat van je. Ja, okay. Dit wordt weer knur. Ja. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag met Luca. En wij gaan vandaag een Q&A opnemen. Dus laten we beginnen. Oh, ik ben benieuwd. Wat voor dit hebben? Ik denk dat dit de meest gestelde vraag is. Oké. Hoe kennen jullie elkaar? Kennen we elkaar? Zo van straat geplukt. Ik heb hem gewoon eerder, ik zag haar in de streets. Nee, volgens mij TikTok toch? Ja, jij ging mij DM'en. Ik had een release van een track van me. Kleven, kleine promo. Ik had een release van een track van me en ik zocht TikTokkers die dat konden doen. En toen kwamen we bij mij. Gewoon spoelen op, weet je toch? Toen gingen we even TikToks maken. En nu zitten we hier. Hoe oud zijn jullie? Hoe oud zijn we? Nou, ga je nou, ik ben 17. Ik ben net 22. Ik ben oud. Nice. Wat vind je van Lucas' neus? Ja? Wat vind je van Lucas' neus? Hier ging net zo'n stuk om. Oké, wat ik van Lucas' neus vind. Wat is er raar in jouw neus? Toch? Ik neusje, ja, dit is echt een heel gek vraag. Nou, wat vind je van mijn neusje? Nou, ik vind Is het tijd zeg maar, om aan de botox te gaan? moet ik al... Kleine, ja, nee, dit is... ja. Nee, nice. Het doet wel iets. Het doet iets. Hebben jullie beiden een relatie? Nee. Nope, I'm single as Pringle. Me too. Wat is jullie type? Ga jij maar eerst. Light skin b***. Light skin chicks. Nee, vaak een licht getinte meid. Oké, dat was het. Dat was het. Ja, kijk, als ik dat ga doen, kijk. Als ik dat echt ga uitleggen, dan is het weer zo'n dan toe lange lijst. Ja, je hebt hoge eisen. Ik ben wel kieskeurig, zeg maar. Dus ja, als ik zou zeggen, sowieso een meisje met een tintje. En ja, verder. Bruin haar, blond haar. Het liefst brunettes, maar het blond kan ook als krul heeft of zo. Een beetje zo'n Stephanie Rose Bertram-achtig gooien. Dat vind ik ook niet erg. Oké. Okay. Maar uiteindelijk is het persoonlijk. Ja, wat wil je qua innerlijk? Denk je dat je denkt, dit is het? Nou, niet zo'n toxic persoontje, weet je wel. Het liefst iemand die het liefst iemand die ambitieus is. Oké. Dat is een lange lijst, ik zeg eerlijk. Jij? Yeah. Ja, een beetje hetzelfde. Ik val eigenlijk ook op alleen bruin haar. Ja. En het is een beetje of light skin, of gewoon een beetje licht getint. Wat is dat? Nee, nee, nee. Ik bedoel, zeg maar, ja, gewoon light skin of een beetje zoals ik getint, snap je? Ja. Want ik ben niet echt light skin, maar ik ben wel getint. Maar je bent ook niet white skin. Nee, snap je? Dus wat ben je dan? Ja, getint, snap je? Dus ja. Dat doe ik gewoon, een beetje, ja, gewoon dat een beetje. En qua innerlijk inderdaad, ambitieus vind ik belangrijk. Humor vind ik ook heel belangrijk. En een beetje zelfde interesse. En toxic vind ik eigenlijk wel leuk. Nee, man. Toxic. Zeg maar, het is mijn toxic. Nu heb je zin in hoofdpijn, leg me dat uit. Heb je daar even zin in? Nee, ik heb geen zin in hoofdpijn, maar dat houdt het wel gewoon een beetje grappig. Vind ik leuk. Ben je die chickie die zeg maar gewoon een ruzie start? Er is even een tijdje niks gebeurd, dan start jij een ruzie zo. Nou, niet echt een ruzie, maar wel dat ik gewoon even ga zeggen van... Ja. Gewoon even... Ja, dat ben ik wel een beetje. Ja. Je bent wel toxic. Klein beetje. Klein beetje is net genoeg, weet je. Wat is jullie afkomst? Ik ben Filipijns, Spaans, Nederlands. Ik ben Surinaams, Italiaans en Nederlands. Shitje. Mixes aan deze kant. Ja, wat zegt dat nou? Jullie beste en jullie slechtste eigenschap? Toxic, net wat. Mijn slechtste eigenschap is dat ik heel eigenwijs ben. Echt heel erg eigenwijs. Als in, stel je voor, ik zeg het is rood, maar jij denkt het is blauw, dan is het gewoon blauw. Ja, dan is het echt blauw. Ja, ik ben echt heel eigenwijs. En niet, ik heb niet zoveel geduld. Je moest maar gewoon één slecht en één goed. Ik dacht, ik noem even mee. Je mag gewoon een waslijst geven. Je hebt niet geduld dan nog meer. Oké, wat zijn jouw slechte eigenschappen? Heb ik niet. Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik kan echt teringlui zijn. Ja, dat snap ik. Maar gewoon meer van... Ik hou gewoon van chillen zo nu en dan, je weet toch? En positief. Je beste eigenschap? Ja, die heb ik eigenlijk niet. Nee, ga weer. Ik denk dat ik altijd het positieve van iets in kan zien. Dat is een goede eigenschap. Dat is het wel, denk ik. Je hebt heel veel geleerd. Ik denk dat ik zelf altijd denk ik alles kan halen wat ik in mijn mind heb, zeg maar. Niks is onbereikbaar in mijn ogen. Dat heb ik ook wel een beetje. Goed. Dat is op zich wel een goede eigenschap. Dan komen we meteen op de volgende vraag. Love attraction. Wat willen jullie nog echt heel graag bereiken? Vertel.
100 miljoen. Nee. Nice. Een paar miljoen op mijn bankrekening. Okay. Een paar nummer 1 hits, nummer 1 album, eigen kledinglijn, de huismarkt in. Dan te veel. Ik kan eigenlijk echt door blijven gaan. Oké, nice. Ik zou wel leuk vinden om op dikke festivals te draaien in het buitenland. Uiteindelijk. Dan zeg maar techno shit of ook gewoon R&B en zo. House, R&B, pop, urban, alles. Wil je dan ook echt zeg maar helemaal eraf space inside of dat doen we niet? Nee, nee, dat, dat zeggen ze we niet. Dat doen we niet. Alles kijken mee. Mijn ouders kijken mee. Nee, en ik zou door willen gaan met YouTube en Instagram en dat soort dingen. Zouden jullie elkaar doen? Van wie zou deze vraag zijn? Ik weet niet, hij heeft... Vincent Visser. Ik vind het een beetje een... vind het een aparte vraag dat je dit erg, vraagt? Erg nieuwsgierig jong mannetje. Kinderachtig. Ja, maar ik, nee. Vincent weet, ik zeg altijd tegen hem, we kunnen het oplossen. Dus je weet waar ik, je toch weet waar ik ben. Okay, ik vind, Dus Vincent, de vraag is, zou jij hem doen? Maar Vincent zou hem wel doen, even. Als je maar één ding mag eten en drinken voor de rest van je leven, dan kies je dan. Eten en drinken? Ja. Dus gewoon één ding om te drinken en eten. Ja, doe gewoon een gerecht en drink. Pizza. Is makkelijk. Kan, als je maar één ding mag eten, dan is pizza echt nog... Hoezo dan, doe je dan niet allemaal verschillende pasta's? Ja, maar pizza heeft ook lekker veel variatie, denk ik dan. God, nee, dat is echt niet waar. Ik denk echt, ja. Hoezo, je gaat alles op een pizza doen. Je eet ananas op een pizza? Als het er is, zou ik geen nee zeggen. Ik zou het nooit bestellen, maar als het er ligt, dan ja, ik wel. Ik ben allergisch voor ananas. Dus je hebt het niet eens gegeten? Jawel, ik vond het vroeger echt heel lekker. Maar nu... Zie je, dat is ben nog erger. Jij bent diegene die door memes is veranderd op pineapples. Nee, 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 maar dat is gewoon smerig. Je gaat geen fruit op een pizza doen. Ik zeg niet dat ik het bestel, maar stel je voor het ligt hier nu en ik je heb gaat honger, het dan eet denken? Ik het. Ja. Oké, okay, nice. En drinken? Roos Vissé of zo, denk ik. Ik zou Fanta kiezen. Fanta, heel je leven door. Ja, ik hoop wel lekker. Of water gewoon. Tand to tand plak. Nee, Roos Vissé is lekker. Nou man. Je kan gewoon je tanden poetsen hoor. Die Roos Vissé, dat zei voor je echt dorst. Ik had die Roos Vissé nog snel drinken zeg maar. Ja, maar die Fanta nog wel. Die prik. Nou oké, okay, water kies ik dan. Ja. En en als gerecht eet ik kip met rijst. Kip met rijst, elke dag. Jij eet pizza elke dag? Met verschillende dingen erop. Ja. Kip met rijst met verschillende dingen. Dat nee, je kan gewoon gebakken rijst, witte rijst. En dan? That's it. Met ei, met groente of zonder ei. Nee, maar je zei kip met rijst, dus twee dingen. Kip kan ook op verschillende manieren bereid worden. Je kan een hele kip, je kan kippenpootjes, je kan kipfilet, je kan... Ik geef je 2 weken. Okay. Maak een challenge. Okay. Ja. 3 weken leven op kip met rijst. Oké, okay. Gaan we dat dus naar de volgende video? Jouw pizza en ik kip met rijst. Ik heb het wel hoor. Ja, ik ook. Oké. Okay. En ik moet wel blijven jongen, want anders komt hij toch. Die summer body komt niet daar. Ik zeg het niet. Hoe zijn jullie begonnen met draaien? Hoe is dat gegaan? Ik ook. Oh, ja, ik ging altijd mee met vrienden naar de studio. En toen dacht ik, nou. Dat kan ik ook. Wel. En vroeger zei mijn vader altijd: Noah, jij wordt later DJ. En ik dacht altijd: wat? Dat is echt voor jongens, dacht ik. Toen ging ik dus mee naar de studio. Toen dacht ik opeens, nou, vind ik wel leuk. Toen had ik een setje gekocht. Die. En toen ging ik een beetje proberen. Zo'n verkoop overigens. Ja, zoals iemand interesse heeft. Nee. Toen ging ik een beetje kloten eigenlijk. En toen heb ik lessen een paar genomen. En nou nu sta ik hier. Ja. Ja, ik... hoe is het voor mij gestart? Ik kwam uit het programma, zeg maar. Toen had ik gewoon boekingen. Ik wilde gewoon boekingen ook doen. Ook los als artiest. En ja, dan kwam je gewoon snel aan DJ ook. Want, je, ja, want als je één track naar buiten hebt, kun je moeilijk een kwartiertje of langer staan, zeg maar. Dus dan wordt het gewoon ja, snel draaien en op die manier eigenlijk. Oh my god. Heb je ooit zeg maar iets aangeschat op een date? Iets focussen. Ja, maar dat wil ik eigenlijk niet hierop zeggen. Oh, misschien kijk ik niet. Nee, ik kan wel zeggen. We gaan niks posten gewoon. Nou, het was, ik doe dat van het algemeen. Het leek een beetje op een quiz, want we doen maar... Dus kom hier vaker? Nee, het was gewoon zo. Wat is jouw lievelingskleur? Dus ik zei het, hij zegt, oké, nu ben jij aan de beurt. Het was letterlijk zo, ja.
Maar ben je zeg maar dan diegene die het juist awkward maakt dat je niks terugvraagt de hele tijd? Nee. Dat hij gewoon dacht van oké, weet je wat, vraag ook eens een keer wat terug, maar ik vraag je 13 vragen. Nee, ik probeerde gewoon het gesprek gewoon een beetje aan te houden. Ik ging gewoon heel lang door op één vraag, zodat het een beetje vanzelf zou gaan. Toen was ik naar de wc geweest en toen had ik gezegd dat mijn vriendin me moest bellen. En toen zei ik, sorry man, ik moet echt gaan. Je hebt dat gedaan? Ja, je hebt gewoon, je bent geglitcht uit die ding gewoon. Echt heel erg. Ik zeg je eerlijk, ik leef met je mee. Sorry. Jij? Of ik iets vochtels heb gedaan, ik weet van awkward dates. Ja. Awkward dates wel gewoon echt, gewoon dat je echt, je moest gewoon iets uit diegene trekken gewoon. Dat je ook denkt van, bro, confo's tussen twee mensen. Dat, dat had ik dus ook. Wow. Dat ik denk van, nou, dan gaat het niet. Dus gewoon deze, hé, wat is je favoriete eten? Ja, ik hou van dit en dit en ik doe dit en zo en zo en dan... Nee! Awkward. Ja, hier hou ik niet van dates. Ik hou ook niet van dates. Ik hou ik vind van... dates niet erg, want ik ben echt niet awkward. Nee, ik ook niet, maar ik ben liever van dat het uit vrienden komt. Dat heb ik veel liever. Want ik hou er gewoon niet van om zo geforceerd op een date te gaan. Ja, maar uit vrienden kunnen ook weer alles opfokken, zeg maar. Echt zo. Ja. Ja. Wat is tot nu toe jullie hoogtepunt geweest van de afgelopen jaren? Hoogtepunt. Ik weet niet, ik heb wel veel leuke dingen gedaan. Dingen die ik tof vind. Ik ook. Ondanks corona toch nog best wel leuke dingen gedaan. Gewoon kansen. Gecreëerd. Ja, gekregen. En... Ik ga niet eens over de afgelopen jaren pakken, denk ik. Ik laat het gewoon van afgelopen jaar pakken. Wat was ons hoogtepunt van het afgelopen jaar? Wat is jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar? Misschien dat ik mocht draaien op Oud en Nieuw. In de Arena. In de Arena is dik. Ja, dat was wel echt dik. En mijn hoogtepunt van het afgelopen jaar... Je tune? Of was dat niet je grootste ding? Nee, ik vind mijn tune zo'n hoogtepunt, want die ligt er al heel lang, dat snap je. Dus dan is het een beetje zo van, het is er al. Ik denk dan eerder gewoon bepaalde studio sessies die ik heb gehad met bepaalde mensen, dat dat wat ik was. Of gewoon, ja, ik ben bezig met een paar dingen, maar ik ga niet lekker. No, dus we gaan het niet vertellen. Wat is het eerste dat jullie gaan doen als corona helemaal weg is? Uit, ja. Zo. Festivals, inderdaad. Niet maar dit is jouw eerste jaar, dus jij komt zeg maar, jij bent net moet je dat nog een keer benadrukken? Dat moet ik gewoon zeggen, snap je? Jij moet nog ontdekken. Ja, daarom. En wij willen herleven, snap je? Groot verschil. Ja. Hebben jullie ooit met elkaar hebben gezien? Nee. Hoezo zeg je nou nee? Dan is het free Luca, als ik dat had gedaan. Nee, grapje jongens, nee. Nee, we hebben nog nooit. Niet goed. Nee. Jullie je favoriete kledingstuk? Een blazer. Ja. Mijn sneakers. Wat een kledingstuk? Nee, gewoon, ik bedoel meer gewoon van... Ja, dan een t-shirt of een broek. T-shirt? Oké. Okay. Ja, maar kijk, jongens, drip is heel anders dan meiden drip, snap je? Wat vind jij nou echt drip beperkter voor een meisje? Ja, wat denk jij dat je echt denkt, dit is echt drip bij een meisje? Ideale drip. Het liefst aan mij die beide kan. Ze kan zeg maar op die streetwear mode smooth komen, maar ze kan ook classy sexy komen, snap je? Dan moet je zelf maar inbeelden hoe dat eruit ziet. Wat zouden jullie doen als jij als Luca wakker wordt en jij als Noah? Zeg maar hoe... Oh. Eerste dag als ze checken. Ik ga eerst even checken wat de emotie is in de spiegel en dan ga ik mijn dag leven, weet je toch? Nice. Maar wat zou je doen op een dag? Ja. En wat doe jij vandaag? Ik zou het, je gaat als dit zit op Lucia toch? Ja. Ik zou wat gordios losgooien daar zo. TikToks maken, toch? Dan daarna zou ik even gaan scratchen in de studio en chillen met de girlfriends. Kijk wat zo'n avond oplevert. Nice. Ik about it, I guess. Ik zou, ja, weet ook niet. Ik zou eerst belassen. En dan zou ik naar de studio gaan. Nee, eerst even heel lang tot 4 uur ongeveer mijn bed liggen. Nee, dan zou ik naar de studio gaan, vette tune maken met, hoe heet die? Lucas. Lucas, ja. Lucas, en zo naar jou. En dan zou ik, ja, wat doe jij meestal? Wat doe ik eigenlijk in mijn leven? Ja, ja, ik vraag het me af. Nee, grapje. Even content schieten. Dat zou ik. Ik weet niet, ik weet het niet. Ik weet niet als een gade dag. Sorry, weet ik. Dus ik ben een geheimzinnig boek vandaar dat deze quiz. Ja, dit is een moeilijk vraag. Veel opleggen. Dit is heel moeilijk. Zijn jullie wel eens betrapt tijdens seks? Niet tijdens seks, maar wel tijdens iets anders. Ik ook.
door mijn broertje. Toen had ik gezegd dat ik aan het vechten was. Ik heb het ook. Je bent tijdens seks betrapt door je broertje? Nee, niet tijdens seks, maar wel gewoon tijdens. Maar met iemand of niet eens? Nee, met iemand. Toen zei ik, we zijn even aan het vechten. Dus even bezig met mezelf, want ik kom een man binnen. Oei. Maar ze had mij niet eens, zeg maar, gecatcht. Ze had mij gecatcht omdat ik keek om de ene of andere keer op mijn laptop. En ik kijk nooit op mijn laptop. En toen deed ik mijn laptop dicht, maar het geluid ging door. Dus ja, het was... Oh, nee. Wat zei ze toen? Oh, ik kom even later terug. Wat is het laatste berichtje dat jullie op je telefoon hebben staan? Even kijken. Oké, ik bereik niks. Denderens. Dan praten we over app, toch? Ja. Bij mij zit Stijn die zegt, ja, 10 minuten. Er staat, heb je zin in sushi? Ik zeg nee. Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze video. It's a burrito. It's a wrap, guys. Dit is mijn eerste video, hè? En het voelt het zeg maar als een mijlpaal in je leven. Ja, nu heb ik het gemaakt. Ik heb mijn roeping gevonden. Ja, dit is het. Ik word YouTuber. Ja. Nou jongens, abonneer even een beetje, zodat ze ook zeg maar echt YouTuber kan zijn en ervan kan gaan leven. Ja, lief dat je het echt... Weet je, share iets, like iets, deel iets, comment iets, doe iets. Doe een duimpje omhoog, inderdaad. Laat je onder ook nog even weten wat voor andere leuke video's jullie willen zien, toch? Ja. Willen jullie nog een video met Lucas doen of denken jullie, nou dit is wel genoeg? Nee, is genoeg geweest. Dit was de laatste. Stel, jullie hebben nog leuke ideeën, drop het in de comments en laat weten wat jullie ervan vonden. En doe een duimpje omhoog. Leuk, en man. Tot de volgende keer. Nice. Two by two, everybody in the floor. Let me show you how we do. Let's go. Dip it low, then you bring it up slow. When it.